Telecommunicatiebedrijf Suriname Telesuur is vanaf het komend weekend de mede-organisator van de 39e jaarlijkse algemene vergadering van de Kanto. Telesuur-directeur Mike Antonius zegt tegenover onze redactie dat het hoofdonderwerp van deze driedaagse conferentie digitale transformatie is. Ik denk dat we Suriname ready moeten maken voor een algehele digitale transformatie. En daar zijn wij als Telesuur al vanaf het Telesuur Nationaal Breedbandproject mee bezig. We hebben de e-Suriname visie ontwikkeld en die e-Suriname visie hebben wij ook getransfereerd naar onze eigen organisatie, waarbij we met een roadmap 2025 bezig zijn om in het kader daarvan ook een aantal zaken te ondernemen binnen Telesuur, waarbij we veranderen van een klassieke telecom operator naar een digital communication service partner. Daarmee nemen we een voorhoederol in en daarmee gaan wij er ook alles aan doen om andere stakeholders, klanten op die journey mee te nemen, want we moeten ervoor zorgen, met z'n allen, dat we de digitale toekomst van Suriname veiligstellen. Op de laatste dag, dinsdag 7 februari, zullen er verkiezingen plaatsvinden voor een nieuw bestuur. Directeur Antonius gaat verder in op het programma van de drie dagen. De structuur voor wat de vergadering betreft, we hebben de opening zondag in de Royal Ballroom. En daarnaast hebben we dus maandag de eerste vergaderingen waarbij er presentaties gehouden zullen worden door verschillende sprekers. En dinsdag zal dat voortgezet worden. Maar uiteindelijk zal dinsdag de verkiezing gehouden worden voor enkele nieuwe bestuursleden, boordleden van de Kanto. En zal er een nieuwe voorzitter gekozen worden, omdat het termijn van de huidige voorzitter zal verstrijken en die al twee periodes conform de statuten het leiding heeft gegeven aan de organisatie en dus daarvan afstand zal nemen. Het bestuur van de Kanto wordt voorgezeten door David Cox uit Trinidad en Tobago. Telesuur-directeur Mike Antonius is de ondervoorzitter.